wat? Oh, je bent al begonnen. Oh, nee, ik heb een... Zit jij nou op mijn helft? Het zit op je broek. Nee, een nieuwe broek. Vandaag ga ik samen met jullie schilderen, maar ik ga niet in mijn eentje schilderen vandaag. Ik heb iemand uitgenodigd voor deze video. Misschien kennen jullie er wel van haar eigen moordseries. Misschien kennen jullie er zelfs van televisie. Expeditie Robinson, De Verraders. Misschien kennen jullie er wel van moordtieten. Of misschien zelfs wel van onze Among Us streams. Ik heb het natuurlijk over... Oenedie! Hey. Oftewel Dionne. Nee, Dionne, leuk dat je er bent. Heel leuk. Heel leuk vind ik dit. Ik ga gelijk wel aan de slag. Ik heb altijd de neiging om met dit soort kwasten te voelen hoe dat dan op mijn gezicht voelt. Is dat raar? Ik weet niet. Oh, snap je? Oh, maar serieus, dat is echt heel lekker. Ja, dat. Wat we zo meteen gaan doen, we gaan zo meteen een Bob Ross tutorial volgen. Wel iets anders doen dan dat we gewoon de tutorial gaan volgen. Oh jee. Dus je krijgt wel een kleine challenge erbij. Nee, wat dan? Ik ga je verf uitzoeken. Maar jij mag ook mijn verf uitzoeken. Dus je mag me gewoon geven welke kleuren je maar wil. Krijgen we een limiet aan kleuren? Ja, 5. Maar er zit wel wit en zwart gewoon die standaard bij. Die krijg je gratis. Dat heb ik ook niet nodig hoor, in mijn leven. Oké, ik heb hier een bak. Oh, helemaal my vol. God. Met allemaal kleurtjes verf. Okay, ik laat me helemaal verrassen. Ja, echt? Maakt het echt niet uit? Nee hoor. Bruin en poep. En poep, heel graag poep. Alsjeblieft. Jij mag deze, neem maar gewoon de schone kant. Deze kant heeft Rick vieze te maken. Rick? Nee, die was ik niet. Nou, we doen in ieder geval wit en zwart sowieso. En dan dus gewoon een aantal kleurtjes. Die jij mag uitkiezen voor mij. Dus kies maar wat. Oh jee. Maakt mij niet uit wat. Hier hele mooie kleurtjes die Marissa heel leuk vindt om te gebruiken. Nee, maar, daar kan je toch niet een Bob Ross tutorial mee volgen? Maar je hebt ze er wel tussen gedaan. Shit. Ik had dit niet moeten doen. Misschien zo'n reefschilderij, weet je wel. Maar ik vind het echt lelijk. Ja, ik wil ook niet dat je dit mij aandoet. Nee, dank je. Hoor. Graag. Nee, ik ga het je ook echt niet geven. Oké, ik wil dat je deze gebruikt, want dit is wel echt, ik vind het een heel mooie kleur zelf. Deze, dat je deze erbij doet. Oké. Ik vind het erg een mooie match. Ja, maar jij krijgt deze sowieso. Ja, dat vind je mooi. Dat kan ook niet anders. Hoor, waar heb je dit ooit voor nodig gehad? Niet, hij is nog dicht. Buff titanium heet hij. Jij krijgt buff. Gadverdamme, nee, ja, doe maar. Dit is de challenge. Nee, dit is vet mooi, geloof mij. Dit wordt mooi, voor je berg. Als er een berg... Kijk dan. In de... Niet mooi? Ik kijk niet bij. Ik had hem iets donkerder verwacht. Ja, hè? Ik pas op voor je broek trouwens. Zal ik jou eerst even een schort geven? Geef mij eens even een lekker schort. Wat leuk! Ik ben nu echt een slachter. Ik ga jou een kakkleur geven. Nee! Doe je even hier. Ja! Dit? Nee! Wat doe je me aan? En ik probeer jou te Kijk nou, Maris. Hij past zo mooi bij jouw paletje. Jij hebt mij buff gegeven. Ik geef jou een puff. Zal ik je eentje extra geven? Zullen we er gewoon nog eentje bij doen? Nog eentje. Gewoon eentje, omdat het zo Zes leuk kleurtjes. Is. En omdat je hem zal, dan kan ik die puff skippen. Maar ik dan bedoel, wil ik die van jou ook. Ik denk dat het echt super leuk is. Goud. Goud. Dan doe ik gewoon een klein beetje. Heel mooi. Voor de heel mooi. Voor de details hier en daar. Die. Ja. Bob Ross die draait zich om in zijn graf, maar hé, dat is een tweede. Het komt best wel overeen, vind je niet? Een beetje. Ja, dat komt door die lila. Komt door die lila. Ik heb nog nooit eerder met zulke rare kleuren geschilderd. Dat is raar. Ik moet hier een natuurgebied van maken, jongens. Het is toch... Oké, we gaan een Bob Ross tutorial uitkiezen. Dat hebben we nog niet gedaan. Nee. Maar dan is de vraag, wat vind je leuk? Wil je winter? Herfst? Het is gewoon wel een zonnetje. Het hoeft geen vol zomer te zijn. Het hoeft ook geen vol winter te zijn. Zolang er geen sneeuw... Nee. Geen sneeuw. Oké. Okay. Dat lijkt me heel lastig. Deze? Ja. Gaan we die doen? Ja. Weet zeker? Ja, hij ziet er moeilijk uit, maar ik ben er klaar voor. Ik heb twee keer eerder geoefend. Jij kan dit. I can do it. Tuurlijk. Let's go. We gaan beginnen. Hi, welcome back. Glad you could join me again today. Oké, we gaan de lucht doen. Maar nu is de vraag met welke kleur? Met welke kleur? Ja, we hebben wel blauw natuurlijk, hè? Nee. Ik ga gewoon voor alles wat jij kiest, kies ik die niet. Dus ik laat jou kiezen met welke kleur, dan neem ik expres die kleur niet. Mooi. Dus jij doet het blauw? Oké, dan doe ik het. Oh nee, je is in mijn lot! Oh, je bent al begonnen! Oh nee, ik heb het nu ook! Nee! Ik heb net iets te veel water. Oh, Bob, doe het alsjeblieft op die plek waar ik heb zitten vlekken. Kijk, jouw vlek is sowieso weg. Ja. Goed. Het zit precies op het wit. Nee, ja, ik dacht het al. Precies.
Maar dat is niet erg. Ik ga dit fixen. Het komt goed. Zit jij nou op mijn helft? Oh, sorry. Dit is geen blauw. Ik zie toch lila hier in het hoekje zitten, Maris. Ik heb geen lila gebruikt. Zitten we hier nou de boel even te flessen? Sorry. Ik kan het wel... Nee! Oh, maar... Ik heb bij mij is hier niks meer van. Daar komt een boom. Happy little accident. We gaan bergen maken. Oké, weg met de kwast. Ja, ik heb spateltjes. Je mag kiezen. Ik vind zelf deze moeilijk. Ja, Rick vindt deze fijner. Zoals Rick had gezegd, deze is voor de pro's en die is voor de noobs. Maar je wilt wel met een spatel doen, want dan krijg je... Ja, jij bent een pro? Ja, nee, dat was de meeste mensen. Ik heb het idee dat dit lekkerder is. Ik vind het wel een groot ding, man. Wil je een kleinere? Nee. Ik heb ook... Hij past wel bij je slagersoutfit. Zeker dat je nog nooit eerder met die spatel hebt gewerkt? Ik denk het. Ja, ik... Nee. Kijk nou goed werken met deze spatel dan. Waarom kan ik hier niet mee werken? Waarom kan iedereen er zo goed bergen mee maken? Als ik het doe, dan komt er gewoon niks van af. Het is een beetje zo. Een beetje zo. Ja, gewoon een beetje zo. Maar je bent gelukkig ook niet een klein beetje eigenwijs. Doe er een klein beetje van die kleur nog bij. Nee, dit is goed. Ik ga hem gewoon verder uit. En zometeen, hij is een vet mooie berg. En dan had ik al, je moet ook nooit naar mijn luisteren. Doe maar gewoon lekker wat je zelf wil. Highlights! Oh nee, wacht, dan moet ik wel even eerst die grijze rotzooi eraf vegen. Is die van jou schoon? Oh, je bent er klaar? Klaar. Zo snel. Oké. Oh nee, ik had net gezegd dat ik alles een andere kleur ging kiezen. Nee, je gaat gewoon wit doen. Je mag ook mijn buff lenen als je dat wil. Jij had het met buff moeten doen. Ik heb het al 4 keer gezegd. Dat is waar. Oh, mag ik je buff lenen? Wil je mijn buff? Mag ik dan jouw puff? Heel graag. Oh, gatsie. Ja, ik vind het wel zielig dit. Nee, het is nee, je mag gewoon wit gebruiken voor mij. Nee, ik ben helemaal tevreden met mijn buff. Wat doe jij voor donkere kleur? Oh, gewoon... Oh, je hebt... Oh, leuk. Oké, ik heb je mixed, hè? Nee, ik ben hier niet blij mee. Ik hou niet van dat chunky. Ik wil dat het een beetje... Oh, niet? Mixed. Oh, ik hou juist van dat chunky. Voor jou lukt wel echt goed, hè, die berg. Misschien moet je hem even vanaf een afstandje bekijken. Ja, maar ik zie er ook goed uit van ver af. Nou, daarom. Dus je moet het gewoon van een afstandje bekijken. Oh, kijk. We maken een hele donkere berg. Die komt ervoor. Welke kleur ga je doen? Zwart? Ja, gewoon echt zwart-zwart? Nee. Oké, ik ga hetzelfde doen, maar dan doe ik het wel weer met wit, maar dan wat minder wit. Het zit op je broek! Nee! Een nieuwe broek! A few minutes later. Ja, normaal ben ik altijd degene die altijd vet van loopt te knoeien. Die altijd helemaal onder zit en nou ben ik het hier niet. Laat ik het goed bevokken? Ja, echt wel. We gaan met de donkere berg beginnen. Wat doe jij? Moet dit? Ja, dat doet hij toch ook? Nee. Jawel. Je laat mij helemaal schrikken. Echt? Dit gaat goed. Het moet toch een berg worden? Ik zit op de doek. Hier, maak hem droog. Nee, dat is precies goed. Maak hem droog. Nee! Doe er een beetje kleur. Nee! I got this! Schilderen met Dionne be like, nee! Goed, zo. En, oh nee, mijn broek. Wat doe je? Ik geniet gewoon van deze show en ik eet intussen popcorn. Het is wel echt een show. Ik maak er wel echt een show van. Dat kan. Ja, wil je een andere broek? Welke maat heb je? A few minutes later. Dion heeft ook een nieuwe broek aan, jongens. Yay! Oh, dit gaat niet goed. Anders. Weet je, dat ik keek naar de onder en dacht ik heb nog veel meer Oh nee. Rick heeft mijn broek. Smeer het erop. Kijk, nee, niet zoveel! Dan ga je het zo meteen weer helemaal in je shirtje vegen en zo. Haal het af. Het is zo mooi. En dan doet met mijn broeken. Als we een broek... Je mag hem houden. Mijn broek. Echt? Als aandenken. Hij past wel. Op je ja. Niet. Ja, serieus. Dat is een mooie highlight. Oh ja, je hebt hem nu precies zo een highlight. Ja, niks meer aan doen. Oh, hij doet lichtblauwig aan de andere kant. Oké, dan ga ik een klein beetje lila. Ik ga een beetje roze grijs pakken. Ja, het geeft wel diepte. Erg veel diepgang. Net als deze video. Ja. We gaan wel de diepte in. Oké, zonder te kijken. Hoe lang denk je dat we nu zitten op de tutorial? Hoe ver denk je dat we nog niet op de helft zijn. Ik zei nog niet kijken. En we zijn hoe lang bezig? Ja, maar we gaan heel... Een kwartier. We gaan op een gegeven moment sneller dan het licht. Zometeen zie je ons gewoon op pizza eten terwijl we nog steeds op het schilderen zijn.
Ja. Uiteindelijk zitten we weer in pyjama, nog steeds bezig met de berg. Oh, wel gezellig. Een pyjama Bob Ross party. Oh. Dat is een leuk partij, idee voor kinderfeestje. Ik wilde net voorstellen om dat voor de volgende keer te doen. Ja. Ik hoor net dat het voor kinderen is. Ja, maar ik ben toch een kind. Ja, je hebt wel net zoveel geknoeid als een kind. Echt erg, hoor. Papa Rick is al je broek aan het wassen. Ja, papa Rick is mijn broek aan het wassen. Dat is echt zo. Ja, echt. Het is geen grap. Hij zit al in de was. Hey, het is wel helemaal hip, hè? Broeken met verfvlekken. Doe nou niet nog meer. Je gaat zo meteen, zit het in één keer op je sok, in je haar, aan je goede shirt. Zie je? Waarom zit er popcorn in mijn verf? Wat deze video? Ik ben niet schuldig. Verder met het volgende onderdeel. Niet meer aanzitten. Even wegschapen. Nee. Oké, wacht. Mag ik je advies geven? Ja. Niet te veel. Ja, niet meer aankomen. Daar nog. Ja, niet meer aankomen. Hier nog. Niet meer aankomen. Nee, niet doen. Ja, en hier nog een klein beetje. Hier zo. Je gaat het fixen, geloof me. Vertrouw me. En hier. En dan ook nog een klein beetje hier zo langs en hier zo langs. Dan heeft hij overal in ieder geval dezelfde kleur. Kom hier. Wat denk ik? Kom hier, gaan we weer doen. Nee. Nee. Zelf doen. Nee, niet meer aankomen. Heel klein beetje wit nog. Hier, maak het schoon aan de doek of aan je broek of aan je schort. Mag ook, daar heb je hem voor. Wit. En dan nu wit, ja. En niet te veel. Oh, stop. Niet meer slapen, wat maar aan doen. Toch? Nee, niet meer aankomen. En misschien is het hier een heel klein beetje dat dit net zo'n bergje is die een beetje zo gaat. Maar dan niet te veel. Niet te veel. Niet te veel. Oh, mooi. Zo, klaar. Dat was echt vet mooi. Klaar. Oh, dit zijn van die hele kleine boompjes. Dat is echt heel mooi. Oké, paars, welke kleur ga ik doen? Popcornblauw. Die? Koper, ja. Jij moet die kopen, echt? Oké, dan ga ik het gaan doen. Oh, als jij het zegt, neemt ze het wel. Nee, nou, nee. Het is ook voor het eerst, hoor. Dan ben ik wel echt gedaald in waarde. Ja. Oh, dit maakt het inderdaad wel heel herfstig. Dat is best leuk. Oh, leuk. Ja, ik ben jaloers. Wil je hem ook? Je mag wel. Ik heb ook jouw buff geleend. Nee, dus nee. Je mag ook van mij zo prachtig. Nee, ja, je mag mijn buff echt helemaal hebben als je wil. Je hebt nu ook een paarse verf op je neus. Ja, maar ik zit altijd helemaal onder. Oh, heerlijk. Ik kan dit niet, joh. Oh, zo fijn dit. Ik ben zo blij dat je er bent, Dionne. Ja, ik vind het ook gezellig. Goed zo. Hopla. Ik hou heel eventjes die onder de kwast vast. Ja, maar mijn spullen zijn vervloekt. Het ligt niet aan mij. Hij gaat waarschijnlijk nu weer met zijn spateltje. Dat maakt het mooi. Dan lijkt het in één keer meteen water. Ik ga die ook met wit doen. Dus ik toch niet helemaal de challenge gehaald dat ik alles met een andere kleur doe. Ja, dat maakt gelijk wel dat maakt verschil, het echt hè? Mooi, hè? Ja, dat is altijd. Daarom is het gelijk. Altijd een hele ellende. En dan kom je op dit punt en dan wordt het ineens mooi. En dan denk mooi. Je, oh, hij pakt zwart. Wat gaat hij daarmee doen? Oh, dit was het. Ja, eilandjes ervoor maken, zodat je dit zometeen bijna niet meer ziet. Meer waarom gauw... heb ik überhaupt nog iets geschilderd? Dat bedoel ik. Kijk, een beetje donker. Maar bij hem zijn zijn bergen ook zoveel hoger. Dat klopt helemaal niks van. Ja, inderdaad. Mijn boom moet volgens ja. indicatie hier en ik beginnen. Zou zelf nu zoiets ja, hebben van mijn boom moet echt helemaal tot daar. Ik ga dat ook gewoon doen. Mijn boom gaat hoger. Dat is veel mooier. Als jij dat gaat doen, dan zie je helemaal niks meer van die berg. Als je hem ook hoger gaat Ik ga het maar niet doen. Nee, oh, dan gaat nee, hij voor gaat... mijn mooiste berg. Ja, ik doe het lekker aan de linkerkant, goed? Ik vind het helemaal goed. Dit lijkt toch wel alsof Ja, gewoon, dit lijkt de upside down wel. Ja, ik wil me precies alsof die pack naar er aankomt. Mij mag hij me wel komen halen. Maar dan zonder maar dan zonder zijn pak. Ja, precies. Hij wordt bij jou zo goed. De kleur is ook zo goed. Ik had dat niet, zo'n kleur. Jij hebt zo goed gemengd. Oh, hij maakt het wel heel... Hij maakt het wel somber, zeg. Oké, nou dan doe ik de puff erop. Ik ga het gewoon doen. Oh nee, het is wel heel erg gelijk aan de berg. Nee, ik ga iets anders doen. Ik heb goud. Ja! Oeh, dat is best leuk. Autumn vibes. Oh! Hé, maar dit ziet er goed uit. Dus ik doe er ook nog een beetje koper doorheen. Oh, hallo. Nou, hij doet dat met de spatel. Ik denk dat wij dat met een kwast gaan doen. Gaan we gewoon op goed vertrouwen? Ja, man. Het gewoon doen? Oké, ik ga dat ook doen. Ik doe het wel gewoon met zwart dan. Die stam is iets dikker dan ik had gehoopt. Kromme dikke boom. Dionne! Jij gebruikt ze gewoon allemaal. En dan zag ik, heb je toch twee van? Je bent echt professioneel. Dit weet ik. Heb jij meegekregen met dat bomen zijn relaxed? Ja! Oh my god. Hey, een boom is relaxed, man. Vet relaxed. Vet relaxed.
vind het goed. Zo is jouw jij loopt op de zaken vooruit. We hebben toch nog helemaal geen huilet meer te doen, hè? Nee, ja, ik dacht dat komt vast. Volgens mij niet. Oh, hij doet het daar nog meer, joh. Oké. Ik vond dit eigenlijk mooier. Oh, vanaf een afstandje is het best leuk. Ja? Heb jij al gekeken naar je eigen schilderij vanaf een afstandje? Moet je maar eens even doen. Oh, ze zijn echt best wel mooi. Ze zijn echt super mooi. Een effectje altijd. Ja, je krijgt er echt zo'n dennenboom effectje van. Of zo'n berkenboom. Ja. Here we go. Oh, mijn boom zit natuurlijk aan de andere kant. Wee. Wat een blabla. Ja. Hij wordt echt super mooi. Ik ben eigenlijk niet ontevreden. Ik wou net zeggen, dat hoef je ook zeker niet te jou, lezen. Oh, die bladeren werken zo goed ook. Ja, maar die puff heeft hem bij mij echt gesaved. Dit goud. Ja, die is goed hè? Die is goed uitgekozen voor mij. Dus koper, goud en puff. Koper, goud en puff. Oké, dat wordt een soort van paardje. Ik heb het idee dat ik deze al eens heb gemaakt. Nee, maar die lijkt. Maar dat heb ik dus opgevuld, want dat is de Summit. Die heb ik met olieverf gemaakt. Dat is mooi. Ja, dat wordt wel mooi hè? Wat doet die? Ah, we pakken roze. En dan naast de boom zo. Klein beetje. En kijk. Oh. Van dat wit. Oké, laat deze alsjeblieft lukken. Klaar? Ayato. Klaar. High five. Lekker. Hey. Hij is klaar. Oh my god. Kom, we gaan er nu van ver af bekijken. Ja, we gaan er van ver af bekijken. Oh. Nou. En zie je dat je bergen best wel mooi zijn? Ik vind mijn boomstam best wel geslaagd. Dat jouw boomstam ook heel mooi, omdat het echt zo'n... Ja, het is alleen maar naar mijn mening iets boom. Te wit. Maar toch hè, ook, die puff, nee de buff. Ja, en die geeft wel heel, echt... heel veel diepte geeft die. Ja, je hebt wel echt het idee nu dat dit inderdaad gewoon heel zonnig is. Ja. Je had die buff moeten gebruiken. Hij was hartstikke goed. Ik denk dat jij ermee wegkomt. Ik niet. Ik vind bij jou het allermooiste deze boom. Dat is echt mijn favoriet. Deze met dat goud zo hier, die vind ik echt zo goed gelukt. Nou Dionne, omdat je zo'n mooie schilderij hebt. En dat je wel gewonnen, vind ik, voor vandaag. Echt waar? Ook al was het geen winnaar, maar ik vind het voor jou zeker de winnaar. Ja, nou, absoluut dat waar. Weet ik niet hoor. Heb je gewonnen? Een creatie topper. Eén van de weinigen. Oh, dit vind ik... Limited Edition. Oh, echt? Ja. Ik vind het heel vet, wat een mooie kleur ook. Oh, nog leuker met jouw naam erop. Love it. En dan gaan we nu pizza eten. Ja! Want we hebben best veel honger. Nou, Dion, ik vond het super leuk dat je hier was. Dankjewel. Gaan we vaker doen. Als je dat nog tenminste wil. Heel graag. En dan neem mijn broek maar mee. Dan doe je die de volgende keer meteen weer aan. Want absoluut. Dan gaat het gewoon goed. Ja. Tip, altijd een verfbroek aan doen als je gaat schilderen. Nooit je nieuwe Levi's. Een schort alleen is gewoon niet genoeg. Nee, dus het trekt gewoon overal aan. Vergeet natuurlijk niet te liken en vergeet je ook niet te abonneren op dit kanaal. En natuurlijk op het kanaal van Ornady. Dan kan je ook gewoon hier klikken. Het moet er wat voor je zijn hoor, maar probeer het in ieder geval. Je hebt nu al zo'n hoofdje over je eigen hoofd. Oh, lekker. Dan kunnen ze op klikken. Klik hier. Of klik op mijn hoofd als je wil abonneren. Dankjewel voor het kijken en tot snel weer. Doei! Doei.